Met de eeuwenoude geneeswijze Ayurveda kan Suriname een goed preventief gezondheidsstelsel ontwikkelen. Ayurveda is niet alleen curatief, maar is ook een van de beste preventieve gezondheidsstelsels. Dit zei Ambrika Anroet, pedagoog, psycholoog en Ayurveda-beoefenaar, gisteravond tijdens de kenniskring Zoom-bijeenkomst. Met als thema de ontwikkeling van traditionele geneeswijzen en de mogelijke rol van Ayurveda. Anroet gaf aan dat Ayurveda vele voordelen biedt voor de gezondheidszorg. Heel veel bedoeld. En natuurlijk zijn het niet alleen gezondheid. Binnen de gezondheid hebben we voordelen. De WHO heeft ook gezegd dat de voordelen vooral voor de arme landen heel belangrijk zijn. Omdat ze alles moeten importeren. En in Suriname is er een wereld van schat. Dus heel veel flora en fauna. Rond de 6000 planten zijn er die niet allemaal zijn medicinaal. En Ayurveda heeft 6 woorden van de ambassadeur dat er nu 7000 planten onderzocht zijn. In mijn onderzoek zijn er kustplanten, zo'n 150 planten, die ga ik publiceren volgend jaar. Dus wat we vragen is dus een goede synthese met de traditionele medicijnen en de allopathie, die een enorme bijdrage kan leveren voor een gezonde toekomst en natuurlijk voor de economie, omdat Suriname heel goed geleverd is binnen Zuid-Amerika met heel veel flora en fauna. Minister Amar Amadine van Volksgezondheid zei dat het ministerie er alles aan zal doen om de traditionele geneeskunde in de ruimste zin des woords te faciliteren en in te passen in onze gezondheidszorg. Het regelgevend kader voor traditionele geneeskunde is essentieel voor deze incorporatie. Suriname heeft vanwege haar multiculturele samenleving diverse wijzen van traditionele medicijnen. Het is de uitdaging om het wetgevend en regelgevend kader dusdanig in te richten dat de ware wetenschap duidelijk wordt onderscheiden van kwakzalverij en dat de ware beoefenaars van eeuwenoudere traditionele genezing ook die daadwerkelijke ruimte krijgen om zich te ontplooien binnen de gezondheidszorg. Recentelijk nog hebt u gezien dat wij te maken hebben gehad met de discussie over het gebruik van osodresis. Osodresis in de behandeling van COVID-19 of de preventie van COVID-19. Ik benadruk dat het ministerie steeds heeft gezegd en vastgehouden aan het standpunt dat evidence-based medicine belangrijk is, maar ook nodig zal zijn om erkenning te geven aan geneeswijzen. Ayurveda is volgens Anroet wetenschappelijk bewezen en erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. Minister Amar Amadine wees er nog op dat Ayurveda een van de meest onderzochte geneeswijzen is.